Rob, Suzanne, als je kijkt naar de prestaties van VV Katwijk, dan lijkt het een beetje op een aandelenkoers. Winnen en verliezen. Ja, dat klopt wel een beetje, ja. Er zijn een paar goede potjes en er zijn weer een paar mindere potjes. Nou ja, ik heb het al vaker gezegd. Het is nu zaak dat we een stijgende lijn in gaan zetten. En dat je een serietje neer gaat zetten als je echt om de bovenste plaatsen mee wil doen. Ik vind dat we voorlopig niet naar de bovenste plaatsen moeten kijken. Maar dat we ons moeten focussen op die serie. En als je die gaat neerzetten, dan komt dat vanzelf. Statistisch gezien, Rob, is schat ik het voordeel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we de laatste jaren redelijk wat punten gepakt hebben tegen Rijnsburg. Dus, maar goed, dat zeg allemaal gekloten. Het draait om zaterdag, het draait om die 90 minuten. En dan moet je zorgen dat je met 3 punten wegloopt vanaf de middelmors. Maar dat een pittige klus zal worden, dat mag duidelijk zijn. We spraken afgelopen dinsdagavond je boezemvriend, Jeff Jongenheilen, bij Rijnsburg Supporters. Je moet groeten van hem hebben trouwens. Die zei, ja, het shirt van Rijnsburg Supporters hebben nog weinig van Katwijk gewonnen. Hij had nog nooit van Katwijk gewonnen. Nee, ja. Dat klopt. Het zijn altijd wel leuke potjes. Natuurlijk 2 keer laatste minuut met Meng. Keertje 5-0 hier op de Krom. Maar ja, het zijn altijd lastige potjes. Het zijn wedstrijden op zich. En tuurlijk kan het eens een keer gek lopen dat je een grote uitslag neerzet. Maar over het algemeen zal het wel weer vechten worden zaterdag. En dan hopelijk met 3 punten van het veld. Tillema kreeg in de slotfase bij Rijnsburg afgelopen zaterdag rood. Nou, een van die penalty die je gegeven werd. Is dat dan toch een stukje een soort bonus voor Katwijk dat hij niet meedoet? Nou, ik denk dat Rijnsburg 11 goede voetballers op kan stellen. Maar dat Tillema een geweldenaar is, dat mag duidelijk zijn. Ik vind het een geweldige voetballer. Hele dynamische middenvelder die ook nog eens enorm veel, veel scoort. Dus ja, dat zal voor hun een aderlating zijn. Maar goed, de selectie is ook daar breed genoeg om dat ook weer op te vangen. Hoe gaat Robert Suzanne komend weekend de tandem Spruit-Ros kapot spelen? Ja, dan moeten de mouwen opgestroopt worden en dan moeten we gas geven. En dan ga ik ervan uit dat die tandem kapot gespeeld gaat worden. Ja, want je zegt op Rijnsburgse boys, Robert, vaak, dat zijn toch een beetje de 2 sterkhuizen op het middenveld bij Rijnsburg. Nee, absoluut. Het zijn 2 goede voetballers. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld. Toen ze van de zondag HBS en Westlandia was het, geloof ik, hè? Ja, dus dat hebben ze geweldig gedaan en het draait nu als een tierenlier, dus complimenten naar de jongens. En wat ik al zeg, het zal sowieso een pittig potje worden en ook voor ons op het middenveld zal een aardige slag gaan worden. En dat zijn juist de leuke wedstrijden. Hoe vaak gaat Robert Suzanne nog de derby Rijnsburg-Katwijk spelen? Oh. Ja, nou als het goed is nog wel een paar keer, maar... Heb je bijgetekend? Nee, ik heb nog een jaar hierna. En dan nog een optie. Dus voorlopig zijn ze nog niet van me af. Maar het moet allemaal goed blijven voelen. Wat ik altijd heb gezegd. Ik wil niet als een bankzitter ooit bij Katwijk weg. Dus het moet wel allemaal goed blijven voelen. Ik moet mijn eigen sterk voelen. Zodat ik van meerwaarde ben voor de ploeg. En anders gaan we eens een keer met Bruining zitten. Die andere derby, Robert. Quick Boys Katwijk was nou niet echt spektakel van jou. Heb ik jou daar? Wordt het zaterdag anders, denk je? Ja, dat is wel te hopen. Ik hoop niet dat het zo'n gezapig potje wordt als Quick Boys thuis. Maar goed, iedere derby is anders. Ik denk dat Noordwijk een hartstikke leuk potje was. Quick Boys voor de beker 3 dagen later was ook geweldig. Amusementswaarde. Dus nee, ik ben er niet zo bang voor. Er moet wat gebeuren, er moet een goaltje vallen en dan barst het los. Ik zie die streep nog voor me die een paar weken geleden hier bij Katwijk afdrukte. Het wordt de tijd voor een nieuwe streep. Ja, laten we die dan zaterdag maar... toevallig vandaag eentje van de HKR. Die appte het nog van laat die streep maar even achterwege zaterdag. Maar misschien is het wel lekker om hem daar naar bovenhoekie te leggen.